Yo, Nintendo fans! We gaan eens even kijken wat Arvin aan het uitspoken is bij de Path of Legends. We hebben alle Herba Mystica gevonden en nu moeten we hier naar Lighthouse. Arvin is hier ergens. Is hij hier boven? Nou, oké. Ja, er gaat wat gebeuren. Is hij daar binnen? Oh, hij is achter ons. We zijn alsnog sneller. We hebben heel Team Star opgerold en het is nu bekend wie Cassiopeia is. En nog zijn we eerder hier. Dit is het laboratorium, zei Arvin. Vroeger kwam ik hier altijd spelen toen ik een klein kind was. Mijn moeder moet een goede reden hebben om ons hier terug te laten komen. Zullen we naar binnen gaan? Oké, ja, ik kom eraan. Iedereen zegt altijd dat ze een genie is. Een briljante Pokémon-professor, mijn moeder. Maar als een ouder is ze echt verschrikkelijk. Ze werkt alleen maar, ze komt nooit naar huis. Ik heb geen enkele herinnering van haar dat ze met me speelt vroeger. Mabo Steve is de enige die er voor me was. Oké, we gaan. De deur is open. We gaan naar binnen. Ik wil hier gewoon klaar mee zijn. Ik ook, Arvin. Als je trouwens Pokémon Violet hebt, dan heb je een hele andere professor. En nou ben ik eigenlijk wel benieuwd voor de vraag van de dag. Heb je Pokémon Scarlet of Pokémon Violet? Laat het weten in de reacties, terwijl wij hier naar binnen lopen. In dit laboratorium. Het ziet er behoorlijk verlaten uit. Er is hier al heel lang niemand meer geweest. Maar hey, de computer gaat zoomen aan. En daar is ze. De professor. Oftewel, de professorin die zegt: ik heb jouw hulp nodig. Oké, is goed. Ik ben op het diepste punt in Area Zero. In de grote krater van Paldea. Ik doe onderzoek naar een unieke Pokémon al heel lang. Kunnen jullie me helpen? De laatste grote stap in professor Sada's glorieuze onderzoek. De laatste stap, zegt Arvin. En Sada zegt: maar we moeten eerst nog iets anders doen. Iets wat alleen maar in het laboratorium gevonden kan worden. De Scarlet Book. Ja, maar die heeft Arvin altijd al bij zich. Breng het Scarlet Book naar de diepste dieptes van Area Zero. Dit wordt de beste ervaring van in je zoektocht naar schatten ooit. Maar in Area Zero is een hele gevaarlijke Pokémon. En ook geavanceerde beveiligingssystemen. Als jullie alleen gaan, dan wordt het wel een moeilijk verhaal. Je moet nieuwe vrienden vinden die met jullie meegaan. Ik wacht in de diepste dieptes van Area Zero totdat jullie er zijn. Oké, dus wij gaan niet samen. Wij moeten met andere mensen gaan. Area Zero. Arvin zegt: nou, dat is slecht nieuws, die plek. Want daar is Mabo Steve gewond geraakt. In de krater van Paldea. Ik wil daar eigenlijk helemaal niet meer naartoe. Arvin vraagt: ga jij er naartoe? Natuurlijk ga ik er naartoe. Let's go. Ik hou wel van avonturen. Arvin die kijkt een beetje heen en weer. En die zegt: ja, ze vroeg het wel. Mijn moeder vroeg het aan mij. En het kan niet zo zijn dat een vriend wel gaat en ik niet. Ja, we gaan toch gewoon samen. Lekker man. Hij gaat ook. Hij gaat ook. Hij stroopt zijn mouwen op. Ja, oké, Rikachu. Naar buiten. We moeten nu een Pokémon battle gaan doen. Om te kijken of we klaar zijn voor Area Zero. Nou, vooral om te kijken of ik er klaar voor ben, zegt Arvin. Oké, dan gaan we naar buiten. Pokémon battle, let's go. Mabo Steve. Oude baas. Oké, kom maar op met die battle, Arvin. Arvin vraagt aan Mabo of hij er ook klaar voor is. Ja, kijk, hij is er helemaal klaar voor. Maar het is een beetje zielig om met Mabo Steve te battelen. Weet je het zeker? Kijk dan. Arvin die zegt: maar hij heeft nu heel veel energie. Je kan niet eens weten dat hij vroeger zo zwak was. Dat hij gewond was. Hij wil jou heel graag battelen. Oké, ja, nou ja, als hij het heel graag wil, dan wil ik het ook. Let's go, Mabo Steve. We zijn een hele nieuwe Arvin en een hele nieuwe Mabo Steve. Oké, cool, let's go. Welke Pokémon heb je nog meer? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ik heb ze natuurlijk gezien tijdens de Titan Battles. Wat had je nou allemaal, joh? Oh, een Greedent, ja. Ja, die had je sowieso. Welk level zijn jouw Pokémon? Ja, kijk, hij heeft alle Pokémon meegenomen die hij heeft gevonden tijdens de hunt. Naar die Herba Mysticas natuurlijk. Nou, maar Greedent kunnen we uitschakelen met een close combat, denk ik. Kijk, oh, soepeltjes. Deze Pokémon zijn iets zwakker, denk ik, dan de Pokémon van Penny, zo te zien. Want Greedent is level 59 en de Pokémon van Penny, die waren allemaal level 62. Alright, nice. Mijn Pokémon gaan een level omhoog. Nu Toadscruel. Die was gras en nog iets. Misschien moet ik voor Kyloetrol gaan? Was die ground en gras? Als dat zo is, dan moet Dual Wingbeat wel voldoende zijn. Ga ik nu een keer in één keer raken? Lekker. Oh, en het is niet voldoende. We gaan hem niet in één keer slopen. Ik blijf het wel een leuke Pokémon vinden, hoor, die Toadscruel. Ik vind hem wel vet. Hij doet Power Whip. It's not very effective. Ik doe Dual Wingbeat. It's super effective. Toadscruel's down. Later. Toadscruel fainted. Wie wordt de volgende? Garganeckle. Dat was iets van Rock of Ground ook. Dan ga ik weer even terugschakelen naar Quaquavel. Want dat is volgens mij zo'n Minecraft Pokémonnetje. Blokkerige blok Pokémon. Garganeckle. There he is. Ja. Ik vind het net een creeper. Maar dan een andere kleur. Ja, ik weet niet. Het is allemaal hetzelfde, joh. Al die gekke Minecraft poppetjes. Woejo, hij overleeft het gewoon.
En hij doet Stealth Rock. Dus elke Pokémon van mij die nu naar binnen komt krijgt damage. Omdat hij van die stekelige steentjes in zijn voeten krijgt. Nou ja, met Aqua Jet ben ik eerder. Maak ik Garganacle kapot. Gaat tot nu toe vrij soepel nog wel tegen Arvin. Soepeler dan tegen Clavel, moet ik eerlijk toegeven. Dat ging een beetje moeizaam. Scovillain. Heeft hij eigenlijk wel weaknesses? Want vuur is geen weakness voor hem. En ijs is ook geen weakness voor hem. Flying. Dat zou kunnen. Flying en Rock. Kylo Watrell. Let's go. Blijf wel vette Pokémon hoor. Ik vind die wel echt cool. Oprecht. Oké, Hurricane. Ga je raken? Lekker. Hurricane gaat raken. Let's go. Scovillain in één keer kapot. Die Hurricane move. Daar ben ik wel blij mee. Wat een vlots. Dan nu Cloyster. Is volgens mij water en ijs. Zullen we Annihilate gebruiken? En dan Close Combat. Oeh, en hij overleeft het. Lekker gedaan, Cloyster. Cloyster gaat voor Liquidation. Die doet pijn, maar niet genoeg pijn. Ja. Lekker teampie dit, jongens. Lekker teampie. Ja, en dan heeft hij natuurlijk nog een Mabo-stif. Oeh. King Gambit wil eindelijk een Steel-type move leren. Iron Head. Die gaan we doen in plaats van Slash. Let's go. Oké, Mabo-stif dus. Dan ga ik voor Quaquavel met Close Combat. Ik bedoel, Mabo-stif is een soort van jouw starter Pokémon, Arvin. Dan pak ik ook mijn starter Pokémon. Gaan we waarschijnlijk allebei terrestrializen, toch? Oh, ik doe alleen complete verkeerde aanval. Ik heb Liquidation gekozen. Dat ging zo op de automatische piloot. Is Mabo-stif gewoon sneller dan Quaquavel? Ik ben confused. Ja joh, hij is gewoon sneller. Doe eens normaal. Dat had ik nooit verwacht. Ik ga hem waarschijnlijk ook niet in één keer kapot maken nu. Oh, helemaal niet zelfs. Oké, dan gaan we nu voor Close Combat. Hij gaat voor Crunch. Auw. Auw. Oké. Zijn Mabo-stif is beter dan mijn Quaquavel? Of heb ik dit gewoon verpest? Ik wil King Ambit testen. Fire Fang. Zijn Mabo-stif is echt sick. Super cool. Lekker man. Eerlijk. Respect voor jouw Mabo-stif. Die maakt het mij toch nog moeilijk. Maar het is klaar met hem. Ook al een van de leukere nieuwe Pokémon hoor. Moet ik toegeven. Ik vind hem echt cool. Alright. Annihilate level 61. Die heeft de Lucky Egg natuurlijk. Oké, Arvin. De grote vraag is, vind je jezelf klaar voor Area Zero? Hij zegt, oh man, dit is de kracht van iemand die Titan Pokémon kan verslaan, hè? Ik wil het eigenlijk niet toegeven, maar ik denk dat we meer support nodig hebben. De Pokémon in Area Zero zijn super sterk. En er zijn allerlei rare machines ook. We hebben nog twee mensen nodig. Iemand met de Champion Rank level skills. En iemand die kan dealen met crazy technologie. Nemona en Penny moeten we allebei hebben. Arvin zegt, ja, dat denk ik ook. Maar ik denk niet dat ze om met ons meegaan. Zolang niemand van ons Pokémon kampioen is geworden. Oh, dus dan moet ik toch eerst de Pokémon League gaan doen. Oké. Ja. De Path of Legends is wel compleet nu. We hebben dit nu wel afgerond. Maar we zullen toch echt eerst naar de Pokémon League moeten gaan. Oké. Kan ik deze Pokémon nog een beetje levelen? Ik heb maar heel weinig experience candies. Zijn Titan is echt een laag level. King Ambit trouwens ook. Ik wil eigenlijk alle Pokémon even op level 60 hebben. Kijk, Gita die staat er al voor de deur. Zie je Gita daar staan? Terwijl ik mijn Pokémon ga healen. Yo. Zullen wij battelen? Jij had toch die Pokémon van hoge levels. Kijk, iedereen kon kijken. Er komen allemaal andere Pokémon ook kijken. Igglypuffies en zo. Gabby Paco. Ik weet dat ik een keer eerder met jou wilde vechten. Maar toen was dat niet zo'n slim plan. Kijk, level 56 Pokémon. Jewel Wing Beat. Oké. Dit wordt een lastig verhaal tegen deze Crocodile. Ga je nou Sandstormpie gooien, joh? Ik ga even switchen. Anders gaat het niet goed komen. Eén Ground-type move. Of is dat not effective, omdat ik ook flying type ben. Nou, anyway, ik heb gewisseld. Hij gaat voor foul play tegen mijn Quaquavel, die volledig uit beeld is. Oh, daar ben je, hallo. Oké, hij is ook sneller. Ik dacht dat mijn Quaquavel echt zo snel was, maar hij is helemaal niet zo snel. Level 56 Crocodile is gewoon sneller, verdorie. Oké dan. Ik heb wel gewonnen. Dan moet ik nu tegen Bronzong. Dat kan jij, Annihilate, dat kan jij. Pak hem aan. Bam! Raindance. Die zag ik niet aankomen. Dat vind ik een rare keuze. Maar maakt niet uit. Ik ben er blij mee. Stamp hem kapot. Nice. Nu Serilege. Let's go, klotsaier. There we go. Oh, die is wel cool, hè, jongens. Die is echt vet, die Serilege. Love it. Maar ik ga hem wel earthquaken. Pak hem. Nice. One hit KO. Nou, toch nog wat XP'tjes gekregen. Maar ik denk dat iedereen toch nog net even iets sterker moet worden. Vooral ze Titan, King Ambit en Kylo Watrell. Dus die ga ik nog even trainen voordat ik bij de Pokémon League ga beginnen. Of moet ik het gewoon proberen? Laat het weten in de reacties. Moet ik nu de Pokémon League gaan doen? Of moet ik trainen? Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan worden we misschien binnenkort wel Pokémon kampioen. Mazzel!